Op een gemakkelijke manier je edits reframen naar een andere aspect ratio, dat zien we in deze tip of the week. Het komt vaak voor dat we variaties moeten maken van onze edits in Premiere Pro. We werken dikwijls van een 16:9 formaat en willen dan dat omzetten naar een square formaat of een 9:16 formaat. En in Premiere Pro zit er eigenlijk een gemakkelijke manier om dat te doen en dat is de auto reframe functie. Ik heb hier een projectje klaargezet. We gaan daar even naar kijken. Wat zit daarin? Eigenlijk gewoon een paar verschillende beeldjes waarbij dat onderwerpen in de video eigenlijk niet altijd op dezelfde plaats zijn. Dat is ook wel belangrijk. We gaan hier bijvoorbeeld links uit beeld, komen dan verder in het beeld. En, eigenlijk een volledige edit. En we gaan even zien hoe dat die auto-reframe functie daarmee omgaat. Dus wat gaan we doen? We zorgen dat we onze tijdlijn met onze edit die we willen omzetten geselecteerd is. Dus dat het blauwe randje er rond staat. Dan gaan we naar sequence. En dan staat hier het derde laatste auto-reframe sequence. Als we daarop klikken, krijgen we deze dialoogbox te zien. En dan kunnen we daar de naam gaan aanpassen. Nu, je zal zien als we het tweede aanpassen, de target aspect ratio, dus welk aspect dat we nu willen gaan maken. Er zitten dus een aantal voorgeprogrammeerde aspect ratios in. Ik ga hier nu kiezen voor de square, dus dan gaat dat er ook achter staan, square. En dan gaat hij eigenlijk zelf die sequence gaan omzetten naar een vierkant formaat. Je ziet hier ook nog motion tracking. Daar kan je eigenlijk default kiezen, dat is meestal oké. Maar het kan zijn dat de bewegingen trager zijn, dat je iets trager wilt je beweging laten volgen. Dan kan je hier slower motion, eventueel faster motion. Je kan dat hier doen, maar je kan dat later ook nog doen, eens dat de reframe gebeurd is. Dus ik laat dat meestal op default staan en dan kan ik het achteraf nog gaan aanpassen. Je ziet hier ook nog clip nesting. Dat heeft te maken met als je zelf al motion keyframes had toegepast op jouw clips, dan kan je die ook laten bewaren door je clips te nesten. Nu, ik had nog geen aanpassingen gedaan op mijn clips, dus dat is niet nodig. Dus ik ga gewoon don't nest clips nemen. En ik ga nu klikken op create. En dan moet hij even nadenken. Voilà, dat is gebeurd. En nu heb ik hier een nieuwe sequence. Dit edit 1-1. Hij heeft dat ook in een mapje gestoken met auto-reframed sequences. Dus dat is nu mijn nieuwe sequence geworden. Vierkant formaatje. En als we daar eens doorkijken, dan gaan we zien dat hij eigenlijk zelfs het beeld probeert in het midden te houden. Zodanig dat de belangrijkste info weg is nu. Hier doet hij dat blijkbaar niet zo heel goed. Gaan we straks nog eens naar kijken. Hier probeert hij te volgen. Hier volgt hij ook redelijk goed. En hier ook. Nu, we gaan eens kijken hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Ik ga hier even de effects controls bijnemen. En dan gaan we zien dat de auto reframe eigenlijk daarin zit. Dus als ik daarop klik, dan ga je ook zien of er beweging is van het beeld. En we zien dat hier effectief eigenlijk geframed is om zaken in beeld te houden. Nu, bij deze gaat dat goed. Ik ga het ook eens bij de volgende proberen. Hier gaat hij ook een beetje bewegen. Dat lijkt mij wel oké. Nu, ik kan zeggen van, ik wil dat toch liever niet. Dan kan je hier nog aanpassingen gaan doen. Bijvoorbeeld bij deze is het minder interessant, denk ik, zoals het er nu uitziet. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen hiervan, oké, ik wil bijvoorbeeld slower motion. Gaat hij dat weer gaan aanpassen. En nu, kijk, krijgen we toch een ietsje beter. Nu gaat het, denk ik, wel gewoon stil blijven staan. Maar hier is dat inderdaad beter. Stel van, ik vind dat die eigenlijk al iets te veel naar links zitten. Je kan hier ook nog de frame offset gaan aanpassen. En eigenlijk dat frame gaan offsetten. Zodanig dat je eigenlijk het volledige frame nog een beetje opzij zet. En dan kan je dat zo gaan aanpassen. Dus
Het is wel nog mogelijk om zaken aan te passen. Hier ook, deze was misschien niet zo mooi gedaan. Slower motion. En nu gaan we er nog eens door kijken. Voilà, dat ziet er al veel beter uit. Deze lijkt mij goed te werken. Ik ga het even aanklikken zodat we zien wat er gebeurt. Ziet, hier volgt hij effectief wel het onderwerp in onze video. Dat is echt wel leuk. En hier hetzelfde. Ik denk dat hij hier ook wel goed volgt. Dus dat gaat echt die persoon in beeld houden. Voilà. Dus dat is eigenlijk hoe dat auto-reframen werkt. Op zich gemakkelijk te gebruiken. Dat kan je veel tijd besparen. Als je dat allemaal zelf moet gaan doen, dan steek je daar wel wat tijd in. Dus ik denk wel een leuke functie om te ontdekken. Probeer het gerust uit en dan zie ik je graag terug in een volgende Tip of the Week. Tot dan!